Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben echt heel laat wakker geworden. Een heel relaxte ochtend eigenlijk. Ik heb me even opgemaakt. Ik zal even gelijk mijn lipcombo delen. Want soms kijk ik naar mijn vlogs en denk ik, wat had ik op mijn lippen? Het ziet er heel mooi uit. En dan weet ik het niet meer, omdat ik elke dag gewoon iets anders op doe. Dus ik ga het zo even met jullie delen. Voor de rest, ik denk dat jullie het helemaal niet kunnen zien. Want ik kan het zelf ook niet zien. Ik heb dus een soort van nepsproeten erop getekend. Ik volg dus zo'n Engelse blogger. En zij heeft echt heel mooie sproeten over haar hele gezicht. Tot ik haar make-up tutorial heb gezien. En het blijkt dus gewoon dat ze haar sproeten zelf erop tekent met een wenkbrauwpotlood. Dus ik heb de wenkbrauwpotlood, heb ik gewoon gebruikt om sproeten te tekenen. En volgens mij zie je er echt helemaal niks van. Terwijl in het echt is het gewoon wel aanwezig, maar op beeld dus niet. Dan vraag ik me echt af hoe dik en overdreven ze erop laten tekenen. Maar goed, ik ga even mijn lipcombo delen. De lipcombo is gewoon van Kiko. Deze is een lipliner, is een limited edition. Het heet Lost in Amalfi, nummer 1. Die gaat wel weer eruit. En dan de lipgloss van Kiko in nummer 2. Deze is echt heel mooi nude. Het is echt heel slecht weer buiten. Echt niet normaal. Was nou windkracht, weet ik veel wat, 48 km per uur. Ik ga deze blazer aan vandaag. Heb ik echt lang niet aangehad. En ik wil vandaag gewoon een beetje zo'n nette look. Even deze lipcombo in mijn tas doen. Want ik ga even naar de Zara. Ik heb een tijdje geleden heb ik een heel grote bestelling gedaan met allemaal zomerjurkjes. Nou, sorry, maar het gaat dus niet meer warm worden. Dus ik ga ze ook niet meer dragen. En toen zei Nessie me wel heel slim van ja, maar kijk even of je het misschien kan dragen als we op vakantie gaan naar Bali of zo. Toen dacht ik ja, eigenlijk wel. Je hebt altijd wel zomerjurkjes nodig voor vakantie. En toen ging ik ze passen, maar ze stonden me allemaal niet echt heel erg mooi. Het was allemaal net niet. En normaal gesproken, geloof me, ik doe echt geen moeite om pakketjes terug te sturen of wat dan ook. Ik heb hier echt heel veel liggen met prijskaartjes en al dat ik nooit heb gedragen. Of ik geef ze gewoon weg aan vriendinnen of zo. Maar nee, ik voel het gewoon niet. En ik denk van, er is nou natuurlijk een nieuwe collectie. De herfstcollectie is er. Dan kan ik gewoon leuke nieuwe dingetjes uitkiezen voor de herfst. Veel beter dan al die zomerjurkjes. Yes. Dus dat is wat ik ga doen. Ik wou jullie iets laten zien. Want later had ik nog een collectie. Had ik een bestelling gedaan met de nieuwe collectie. Want ze hebben nu allemaal van die heel mooie rokjes. Waaronder deze witte. Oh mijn god. Ik was zo blij toen ik deze op de website zag. En hij was nog beschikbaar. Maar ik heb hem aangedaan. Nou sorry. Zit mijn hele kont zie je gewoon van achter. En hij is 40 euro. Dus deze gaat ook terug. Oké, vandaag ga ik echt voor een herfstgeurtje. Ik ben best wel een sterk geurtje vandaag. Dus ik ga voor deze vanillegeur. Van Montal. Dus als je van vanille houdt. Deze is best wel een goeie. Hij is heel erg sterk. Dus als je het spuit. Hou je adem in. De outfit vandaag is niet heel bijzonder, maar misschien wel leuk om te zien. Ik heb zo'n basic shirtje van de Zara aan. Gewoon lekker een emmertje gepakt. Moet ik eigenlijk wel strijken, maar goed, nu zie je niet echt. Ik heb een blazer van de Mango. Oude collectie, maar ze hebben heel vaak heel mooie nude blazers. Van die beige. En ik heb een broek aan. Zwarte, zo zie je een beter model. En deze is van de Primark, maatje 38. Ik vind hem echt heel erg chill. En daaronder, soms niet meer wat voor schoenen ik moet dragen, maar ik heb deze schoenen dus een keer bij Mango gescoord. En ze zijn echt heel erg chill en makkelijk gewoon te combineren met je outfit. Zo, ik ben aangekomen bij Alexandrium. Het is hier echt aardig druk, want ik probeer aan de andere kant te parkeren. Het was echt een dikke rijden voor. Dus ik dacht, nee, ik krijg gewoon even door naar het parkeergarage. Echt druk gewoon. En het is gewoon woensdag. What the fuck? Oh my god, ik ben echt zo blij dat ik standaard gewoon een masker in mijn tas doe. Want het is nu dus verplicht om in de winkels maskers te dragen. En ik zou het normaal gesproken echt altijd vergeten. Maar deze zit gewoon standaard in mijn tas. Dus ik zou gewoon, als ik jullie was, één standaard in je tas doen. Die gewoon nooit meer vergeten. Kijk hoe druk, jongens. Dit is gewoon om eruit te rijden. Niet normaal. Ik ben net klaar met alles terugbrengen. Het was echt zo druk. Mega lange rij. Ik ben blij dat ik alles heb kunnen terugbrengen. Maar ik heb niet echt kunnen kijken voor andere kleding. Want ik heb nu even afgesproken. Mijn schoonmoeder is hier met mijn schoonzus in Rotterdam vandaag. En we gaan even samen eten. Ze zijn nu bij de Meram. Dus ik dacht, ik rij er even langs. Ik ben er wel veel te laat. Maar dan kan ik nog even gedag zeggen. En dan
lekker weer naar huis. We zijn dus bij de Meram. En ik ben met mijn domme hoofd naar de verkeerde Meram gereden. Want ik ging er gewoon vanuit dat ze naar West gingen. En ik dacht dat ze uit gesloten was. Maar ze zijn gewoon naar Zuid toe. Oh my god. Ik had echt helemaal geen trek. Maar nu begint het wel echt te komen. Nu wil ik gewoon echt een dikke kabab eten ofzo. Trouwens, Tessie komt dus later ook. Want hij is nu eigenlijk aan het werk. Maar meteen hoorde ik naar zijn moeder en zo ging. Wou hij ook laten komen. Dus hij komt iets later aanschuiven. Ook wel gezellig zeg. Guys, ik ben er. Ik heb een zalmsalade besteld. Mijn lievelings hier. Ik was wat later. Dus hun eten is al lang op. Hi Dunia. Hello Dunia. Hallo. Oh, Nessim is er nu ook. Ja, nu ook. Lekker hoor. Heb kip besteld. Lekker eten, eten. En salata. En ik heb een lekkere cappuccino. Ja, wil je nog wat zeggen? Dit was mijn laatste scène vandaag. Oh, het was gezellig. Maar mijn god, we hebben echt zo lang daar gezeten. Dat ik dus helemaal geen tijd meer had om te editen vandaag. Waardoor er geen vlog vandaag is online gekomen. Ik hoop jullie begrip hiervoor. Ik moet gewoon even vooruit werken. Dus ik ga ervoor zorgen dat morgen en alles wel gewoon vooruit wordt gewerkt. Zodat ik hier geen last van heb als ik echt een keer lang uit huis ben. Maar dat maakt niet uit. Ik heb genoten en ik liep toch al een dag achter met vloggen. Dus dan ben ik weer op schema. Dus eigenlijk is het ook wel weer lekker. Nessie is later weer aangeschoven. Was heel gezellig. Het is inmiddels 9 uur. En ik was hier vanaf 6 uur. Oh, ik dacht dat ik hier veel langer was. Nee, vanaf 5 uur ongeveer. Ik dacht dat ik hier veel langer was. Maar we hebben hier wel even gezeten. We hebben echt letterlijk alleen maar bij Meram gezeten. We hebben gewoon avond hier gegeten. Toetjes. Zo, felle licht. Toetje, heel veel theetjes. Ik weet echt ontelbaar veel theetjes. Ik ga even Hon bellen, want ik zou dus vandaag met Hon afspreken. Maar hij is even niet doorgegaan vanwege mijn planning. Ik ga even kijken wat ze aan het doen is nu. En anders ga ik gewoon naar huis. Eindelijk thuis. Oh mijn god. Ik ben zo moe opeens. Echt ongelooflijk. Ik ben gewoon de hele dag weg geweest. Dat was helemaal niet de bedoeling. Oh, gelukkig is mijn huis nog een beetje schoon, hè, katjes. Ik heb jullie gemist, hè. Ik heb jou gemist. Heb je mij ook gemist? Lira hebben mij ook gemist. Heb ik jullie al verteld wij Lira dus Cindy Crawford noemen? Kijk, haar moedervlekje is zo mooi. Oh, deze pootjes zijn ook heel mooi. Kom dan. Dina, wij willen met jou knuffelen. Wil je met mij knuffelen? Dit is Dina. Dina is ook heel lief met haar asymmetrisch gezichtje. Oh, zo braaf. En Dina is nu een knuffelbeetje. Oh, yes, yes. Oh, zoveel voor jou. Oh, kijk haar oogje. Een dikke muisje. Lekker op een dikke muis. Lekker op een dikke muis. Oh. Ik heb dus gisteren... Wat wil je? Dina. Ik heb dus... ik ga even Cola Zero ik ga even Cola Zero drinken, want ik heb echt zo'n dorst naar al die thee. Gisteren heb ik dus allemaal nieuwe make-up en zo gehaald. Want ik heb tegenwoordig, ja, wat ik je al vaker vertel, een beetje glow make-up. Ik hou er wel van. En ik had nog een paar dingen nodig die het zeg maar echt kunnen afmaken. En van die producten die ik eigenlijk heel graag altijd wil uitproberen, heb ik even besteld. En ik ga dan, als ik alles binnen heb, ga ik even een make-up tutorial maken met al mijn favoriete nieuwe producten. En gewoon hoe ik mijn look creëer. Dat lijkt me wel leuk, want dat heb ik heel lang niet opgenomen. Dus ja, ik heb er echt heel veel zin in, want ik heb echt gewoon alles besteld wat ik wou. Oké, ik moet wel toegeven, ik heb net gewoon uit verveling een hele zak chips op. Ik heb echt zo'n spijt, maar goed. Ik denk van, soms mag het ook gewoon. Dus het boeit me niet. Ik ga me daar niet druk om maken. Wie mag van zijn kat ook zo'n lekkere kusjes geven op de buik? Heb jij een lekkere buik?